Nou ja, ik schrik er toch elke keer wel weer van. Vooral ook omdat het een oud gezagsdrager is. Hè. Iets wat, kijk, ik geloof heilig in een stukje ordening van onze samenleving. Dat zit hem bijvoorbeeld in de integere overheid. Dat zit hem in dat bestuurders ook vrij hun werk kunnen uitoefenen, hun verantwoordelijkheid kunnen dragen. Ja, en als daar al, sorry, als daar al aan gemorreld wordt. Dan is dat een directe aantasting van die ordening in de rechtsstaat. Ja. Dan waarom een oud minister? Zou Bollejos weten dat hij geen minister meer is? Ja, nou, dat kun je afvragen. Dat is waar. Nou ja, maar het punt is, het zal altijd een reden hebben. Dit kan soms ook zijn met bepaalde statusverwerving binnen de criminele wereld. Dus dat is het soms moeilijk te zeggen waarom dat nou precies in één keer nu zo opkomt. Maar ja, het is wel een beetje een blijk van hoe de onderwereld zich op dit moment in de Nederlandse bovenwereld zich beweegt. Want we zien het natuurlijk al veel langer. Advocaten, misdaadjournalisten. Ja. Maar ja, recent dus ook Rutte, Amalia, nu dan weer Grapperhaus. Hoe serieus moeten we deze bedreigingen nemen? Nou kijk, het begint er al mee dat wij, je hoort vaak mensen zeggen, ja, on-Nederlandse toestanden. Hè? En dan kun je afvragen, ja, wat waren dan die Nederlandse toestanden? En dan snap ik dat wel, want de minister op de fiets naar het werk, dat is allemaal heel leuk. Maar wij zijn inmiddels verworden tot een staat met een land met een toch wel bedenkelijke reputatie internationaal. Want? Nou ja, als je kijkt bijvoorbeeld dat wij op een lijst in de wereld ongeveer op nummer 4 staan als het gaat om de meest gunstige klimaat voor witwassen. Dus, dan bevinden we ons. Dan denk je, het zijn de Cayman-eilanden. Nou ja, die. Hè, dus daar staan we dan eigenlijk al vlakbij. Wij staan op nummer 27 van de 27 landen in de EU als het gaat om de strafmaat ten aanzien van drugsdelicten. Maar we staan op nummer 1 als het gaat in de EU als het gaat om productie, export, doorvoer van drugs. We zijn te soft. Nou ja, wij zijn verworden tot een land. Ik wil niet meteen roepen dat wij een narco-staat zijn, maar we zijn er niet zo ver vandaan. En niet te vergeten, een jaar of 20 geleden nog lachten we altijd om Italië. Ja, dat land is zo corrupt en de maffia en de 'Ndrangheta, die hebben het daarvoor het zeggen. Ja, hier is dat niet het geval. Nou, dan heb ik nieuws voor je. Dat is nou natuurlijk echt wel een heel ander beeld. Want de Italianen hebben ons onderlangs, bovenlangs al lang ingehaald met maatregelen. En ook met een hele andere kijk op hoe je dat in de samenleving moet aanpakken. Want het kan nooit alleen van politie en justitie zijn.